vermoed ik over jouw geheim is. Juist! Dus, vertel! Ik ben een aantal jaren teammanager geweest van een stukje van de Nederlandse zwemploeg. En daar heb ik inderdaad een romance gehad met een van de zwemsters. Femke Heemskerk. En jouw ex heet of Sander Gansfles of Steven Groothuis, denk ik. Allebei niet? Nou, ik wou het al zo vaak aan je vragen, maar... En jij hebt het heel vaak over het sportgala gehad. Ben ik 4 keer geweest. Sportgala? En ik wil al mijn clues wel even opnoemen. Waardoor ik dacht, van, nou, laat dat geheim maar eruit gaan. Want de goudvissenbank, gouden zwemsters. Een van die zwemsters heeft het Olympisch goud gewonnen. En daar begon het mee. Toen moest ik het Wilhelmus zingen. Toen kwamen de vragen over de telefoon. Het kampvuur, moest je verplicht met z'n tweeën zitten? Olympisch vuur met z'n tweeën. Jij hebt hand in hand met Gerard naar de overkant van het zwembad moeten zwemmen. Hand in hand? Ja, waar? Et cetera, et cetera. Namootje. Hey. Goed gedaan, man. Gefeliciteerd, Mop. Thanks. Heel goed. Bankroet. Join the club, ja. Gedaan, mootje. Welkom. Ik kus je niet voor liefde. Ja, ja. Welkom bij Drijven dan. Heel goed. Kijk, zie je. Hartstikke blut. Nou, goed zo. Ja. Hoi, laat. Was je dan... Ja, hond, Philip. Hè? Was je dan coach? Teammanager. Ik heb de coach die traint ze en de teammanager die regelt alles. Ik heb de hotels en als we op de kwalificatietoernooien, dat soort dingen. Ik ben in Dubai geweest afgelopen winter. Ja. Ik was daar ook voor vakantie, maar daar was ook het WK zwemmen. Dus daarom schrok ik toen iemand zei van, Filip, jij was er in Dubai geweest, toen zat hij de Elsevier te lezen, was Servio geloof ik. Oh. Ik denk, oh jee, straks staat er een stukje in over het WK zwemmen. Ja. En in 2000, ik heb gezegd dat ik in Rome ben geweest. Was ik ook voor vakantie, maar daar was ook het WK zwemmen. Kut, dat wist ik gewoon. Ja? Oh, ik heb het ook niet afgekomen. Ja. En hoe lang duurde je gemis? Ja, nou, een tijdje. Ja? Lang zijn. Ja, langer dan een jaar? Ik hoop dat het al ergens staat. Langer dan een jaar? Nee, niet langer dan een jaar. Maar dat was... Vertelde over je ex, ging dat dan wel over dit meisje? Nee. Dat was een ander meisje? Nee. Oh, dat was gewoon een... Nee, met Femke heb ik het heel gezellig gehad. We zijn nog steeds vriendjes. Dus, Weet zij dat dit je geheim is? Ja. Ja, natuurlijk. Zij trainen nu in Frankrijk. Ja. En ik heb... Toen dit geheim erin kwam, heb ik haar even gesproken om wat dingetjes af te spreken.